uiteindelijk is de realisatie van deze campus eerste graad een belangrijk schakelstuk in de herstructurering van onze secundaire scholen die we hebben ingezet in 2008-2009. Dus voordien hadden we in Herentals 5 verschillende secundaire scholen, ASO, TSO, KSO, BSO. We moesten onze leerlingen dus kiezen in functie van de opleiding die ze gingen doen, welke school of naar welke school ze gingen gaan, beter gezegd. Dus met andere woorden, kameraden, een groepje kameraden dat van gemeente X, Y, Z kwam, werd uit elkaar getrokken omdat leerling A meer interesse had in een concrete opleiding, leerling B meer in een abstracte opleiding enzovoort. Daar wouden we echt wel vanaf. We wouden onze krachten die we overal hadden in onze 5 campussen bundelen en zeggen, kom, laat ons denken aan één gezamenlijke campus waar we al die leerlingen, 12, 13, 14-jarigen, met andere woorden de eerste graad, secundair, waar dat we die samenbrengen. Onze bekommernis hier is inderdaad die leerlingen te laten proeven van al onze opleidingen die wij in onze tweede, derde graad hebben. In de wedstrijd hebben wij al een eerste verkenning gedaan van de site, want context is eigenlijk voor ons altijd heel belangrijk. Dus in dit geval is dat eigenlijk een beetje een karakterloos binnengebied binnen een bouwblok van overwegend woningen. Maar in het programma Scholen van Morgen hebben we er 5 gedaan. En telkens is de context de uitdaging, want het afstemmen van het programma op de context om de omgeving is eigenlijk is de leukste oefening. Voor elke vraag van elke school een specifiek antwoord te geven op de specifieke vraag in zijn specifieke context. Dus dat is wat ons job zo plezant maakt.